bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Jongens, ik ben blij vandaag. En waarom ben ik blij? Ik wou al een hele lange tijd wat gaan doen. Maanden eigenlijk. Ik heb al eerder in de vlog aangegeven dat ik mijn vispas gehaald heb. En vandaag is de dag gekomen. Kijk hier, mee met Tio, ben met Esmee. En we zijn hier ergens in Roosendaal. En check eens aan. We gaan gewoon vissen vandaag, jongens. We gaan het in ieder geval proberen om een vis, op zijn minst één visje te vangen. En check onze spot. Check onze spot. Stoelen zijn erbij. We hebben alles. Er is aan alles gedacht. Ik weet niet als we eten hebben, maar dat komt wel goed. Nee, dat hebben we niet, hè. Alleen een fles water, ik ook. Maar de rest komt wel goed. Ik zie al visjes. Moet je eens kijken. Die zijn niet te vangen, maar er zijn dus wel visjes hier. In ieder geval, ik ga even mijn hengel in orde maken en we gaan even beginnen, jongens. We zijn hier, zitten lekker. We zijn al een tijdje hier nu. En ja, inmiddels was een hengel al in het water, maar die is weer eruit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Tio is bezig met die van mij. Ik ben beginner, jongens. Ik weet hier helemaal niks van. Mijn manier van vissen vroeger was gewoon oldschool met een roldraad. Hello. Gewoon oldschool. Dus dit is nieuw voor mij met de hengel en alles. Beetje meer de professional of weet ik veel hoe je dat moet noemen. Maar dus ik ben echt super benieuwd. Heel veel zin in. En wat ik al zei, hopelijk kan ik een visje vandaag vangen. Dat zal wel heel mooi zijn. We zitten al een tijd hier, een uurtje bijna. Eindelijk alle drie de hengels zijn in de water. In de water, je weet toch. Alle drie de hengels zijn in het water en ja, dus even afwachten als er iets gaat gebeuren. Maar het is niet erg hoor, we zijn aan het genieten van het uitzicht. We zijn sowieso aan het genieten van het lekker weer en zonnetje, dus en het uitzicht. Dus het komt wel goed. Esmee is bezig met, ja niet met wat anders, maar net met... Ik had wat. Je had wat? Ja. Een kleine visje? Ja. Waar? Serieus? Ja jongens, mijn hengel zit weer vast, of mijn haak eigenlijk, en dat is voor de tweede keer, die andere zit daar, ergens. En ja, dit is de tweede keer al. Het gaat niet goed jongens, het gaat niet goed, nee. Ik ben al twee loodjes kwijt en één haak minimaal, tot nu toe. Moet nog blijken. Dus Esmee is bezig aan het kijken als het die los kan krijgen, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Het lukt niet echt met het... We hebben als voer kip. En ja, die vissen hier lusten geen KFC blijkbaar. Dus we gaan wat anders proberen met nepwormpjes en nepvisjes. Misschien meer kans. Dit was het? Je hebt het opgegeven? Oké, dankjewel. Laat ik wel even proberen. Zoals jullie kunnen zien zit hij behoorlijk vast. Dus nee, dit gaat hem niet worden. Ik wil op zijn minst die dobber redden. Inmiddels zitten we hier, weet niet, twee uurtjes of zo. En niks. Helemaal niks hoor. Het is wel heel rustgevend wat ik net zei. Ik denk dat we nog misschien één keer gooien en dan houden we het voor gezien. Dus hopelijk, laatste gooi, gaat één van ons drieën op zijn minst iets vangen. Hopelijk. Ja jongens, het is niet, helaas niet gelukt. Dus we houden het voor gezien van nu. En we komen weer een keer terug, sowieso. Nooit opgeven, dus we gaan sowieso nog een keer terugkomen.
Jawel jongens, inmiddels wat later in de avond. En wij zijn, jullie zullen dat waarschijnlijk niet herkennen, maar wij zijn in België. Jawel, de grenzen zijn weer open jongens, dus we zijn gelijk komen tanken. Want dat was natuurlijk nodig. Het is 1:20 op dit moment hier zo. Dus dat scheelt, ik weet niet, 50 cent volgens mij. Nee, 40 cent. Dat scheelt 40 cent. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd. Het is 10 minuten van ons vandaan. Ik had er zoveel zin om een vis te vangen vandaag jongens. Helaas niet gelukt. Maar treur niet, want we gaan natuurlijk binnenkort weer daarheen. Dat sowieso. Het is echt een mooie spotje. Dus ik ben van plan om vaker daarheen te gaan. Mijn vriendin is aan het tanken. En ik zei, ga jij maar tanken, want ik moet even snel vloggen. Dus, in ieder geval. Klaar, douche? Oké. Okay. Ja, we zijn hier in Rotterdam met de family. Die family. Die man, weet wat, de kapsel is verklopt. Jullie kennen hem nog, hè? Die whisky. Die geen vodka guy. Ja. En we gaan even lekker eten. Ja, meer dan? Ja. We hebben hier eentje. Jawel. Jawel, jongens, we zijn er weer. We gaan weer een poging wagen. Kijk eens. Is al klaar. Whisky is er ook bij. Het is heel koud. Ga je mij helpen? We hebben wat dingetjes gehaald, even kijken. Laten zien. We hebben wat haakjes gehaald en zo. Dus ja, we gaan hem weer een poging wagen. We zitten weer lekker hier. Look nice. ¿Qué pasa? Poging nummer 2. We hebben het even met brood geprobeerd. Het wil niet lukken. Ga even een nieuwe kunstaas proberen. Het is helaas weer niet gelukt om een visje te vangen. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Zou je zeggen. Maar wat we wel hebben gevangen, is eten voor vanavond, mensen. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is. Sowieso twee pizza's. Oh, dit is volgens mij cinnamon stick. Ik heb geen idee wat het is. Dus we gaan zo even lekker eten. Jawel, jongens. 2 dagen heb ik geprobeerd om een vis te vangen. Het is helaas niet gelukt. Maar ja, ik geef nooit op. Dus ik zou sowieso nog een keer daar naartoe gaan. Ik wil jullie alsnog bedanken voor het kijken weer. Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneren kan niet beneden. En ik check jullie weer in een nieuwe vlog. Later.